Vandaag komen we eindelijk te weten wie er de mol is. Welkom bij Victor Vlogdown. Ja, het is zondag 26 april en dat betekent de finale van de mol. Wij zijn het hier al afgelopen weken zeer intensief aan het volgen. In mijn persoonlijke verdachte, Christian, die is er vorige week uitgetuimeld. Dus ik kan al niet meer winnen hier thuis. Maar er zijn nog een paar mensen hier die wel nog hun verdachte in het spel hebben. Ik zal eens even gaan polsen hoe het met de spanning is. Ja, Marie is de grootste mollenjager hier in huis. Ja, dus en? Ja, dat kan het al zijn. Ja. Ja, ben je zenuwachtig? Het is 5 minuten voordat we eraan beginnen. Ja, we zijn al naar Café de Mol aan het kijken nu. En wie is uw verdachte? Alena. 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 Al van het begin, hè? Al vanaf minuut 2 dat spel begon. Ja, dat is spannend, hè? Ja. En wie is je hoofdverdachte? Alena. Alena, voilà. Dus mensen, ja... Je moet eigenlijk niet meer verder kijken, want Marie die is er al zeker van. Zijn de mensen dat echt tof, die vlog? Ja, dat weet ik. Hier is Mollenjager 2. Kandidatenvoorstelling, maar is er een moment waar je echt bent beginnen bedenken? Ja, ik vond dat ook wel goed. Alleen, hè, Marie? Dus voilà, het gaat bijna beginnen en wij gaan in spanning de aflevering volgen. Ga jij nog popcorn maken? Nee, de popcorn, dat gaan we niet doen. Dan wil je een ijsje of zo? Maar jij blijft ah, ja. Echt? Ja, ik blijf het. Jij? Nee, dankjewel. Papa? Oké, Axel en... Oei, dat is juist die vries is kapot gegaan, zit in een andere. Allee. Ja? Ja, ik kom! Nu is het al begonnen, hè. Hiermee al die kerkglas. Oh. Hier 3 pralines. Papa, wie denkt jij dat de mol is? James. Je zit in beeld. Ja, ik zit wat spanningshots aan het pakken. Ja, ik probeer het wel te volgen, ja. Vrienden, jullie waren en zijn 3 prachtige finalisten. Daar is geen twijfel over. En een meesterlijke mol. Doe het even alsof dat heel spannend is, ja. Proficiat. Papa, doe eens alsof dat spannend is. Oké, het eerste deel is net afgelopen en ik ga eens een kleine rond. Het is alleen! Ik denk ook dat ik misschien een beetje tunnelvisie heb. Voor mij is het sowieso alleen. En ook als ze het niet is, is het wel. Zou je zelf ooit mee willen doen met de mol? Ah, ik zou dat wel heel leuk vinden. Ja? Denk je dat je dat goed zou kunnen? Ik denk het wel. Mm. De spanning is nu echt wel te snijden, want de finale gaat beginnen. De mol en alles wat hij tijdens deze reis heeft gedaan. Marie. Je zit er echt precies aan een horrorfilm te zien. Ik ben benieuwd. Het kan nu... Elk moment bekendgemaakt worden. Een van deze 3. Ik zit hier precies te doen of ik van de bekendmaking noem, maar jullie hebben het allemaal gezien gisteren al op tv. Hè? Wie is dat? De mol of de winnaar? Dat hebben we nu gemist, want Victor was er door aan het praten. Nee, dat kan wel niet. Nee, de winnaar krijgt licht. Oh, je niet gewonnen? Ja. Was het dat? Nee, nu komen we nog terug wie de mol is, hè. Oh, Marie. Ik wist het. Ik wist het. Voilà, de mol is bekend en de reacties waren hier super excentriek. Ja, dus alweer een spannende avond hier beleefd in huis. En we zien jullie morgen terug. Daag.